1, 2, 3, ik heb een maan. Doet hij het? Hey. Hallo. Zullen we even? Ja, we zullen even. Oké, goedemiddag. We staan hier bij minister, zegt u zelf uw naam, maar kijkers weten het wel, maar wij nog niet. Wethouder Geluk, wethouder Jeugd en zojuist met heel veel trots de nieuwe band van Circus Rotjeknor geopend. Oh ja, hoe ging dat? Hoe vindt u dat? Nou, ik vind het ontzettend leuk dat Rotjeknor er is. Het is een belangrijk circus voor Rotterdam en 20.000 jongeren die daar afgelopen jaar heel veel plezier in hebben gehad. Ja, wat een hoop, hè? Enorm veel, ongelooflijk veel. En dat betekent dat een beetje iedere jongere van Rotterdam Circus Rotjeknor wel kent. En ik vind dat hartstikke leuk. En ze hebben nu sinds kort een nieuw pand. En dat is een heel mooi pand. En voor de komende jaren zitten ze hier goed. Ja, oké. Ik heb gehoord voor 3 jaar... Ja. Maar dan moeten ze weer over naar een andere locatie. Gaat u dat dan weer openen? Of? Ja, misschien wel. Ik ben een fan en een supporter van Circus Rotjeknor. En ze kunnen hier niet voor altijd blijven, maar wel voor een tijd. En ik vind het belangrijk dat ze hierna ook weer een hele goede plek krijgen. Ja, het zal toch wel lukken. Zeg maar 3 jaar is wel weinig, hè? Moet lukken, want Circus Rotjeknor hoort gewoon een goede plek in Rotterdam te hebben. Ja, het duurt een hele tijd, maar het vliegt om, joh. Daarom, nee, maar 3 jaar is een mooie tijd. En ik vind het heel belangrijk, en we zullen als gemeentebestuur ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat er altijd een goede plek is voor Circus Rotjeknor in Rotterdam. Oh ja, en wat hebben u nou gemerkt aan bijvoorbeeld financiële kosten, hoe dat voor elkaar is? Hoe hebben jullie dat voor elkaar gebokst? Nou, ze zijn Circus Rotjeknor zat op de plek, op de markt, waar nu een nieuwe markthal wordt gebouwd. Dus moesten daar weg. En ik ben blij dat ze nu hier met een goede samenwerking met de school hier in kunnen. En we hebben dat gewoon met elkaar geregeld. En dat kost natuurlijk veel geld. Maar Circus Rotjeknor heeft een deel zelf betaald. De gemeente Rotterdam heeft geholpen. En voor alles en nog wat. Voor heel veel kinderen nu een hele mooie plek. Dus jullie hebben natuurlijk toestemming van de school nodig gehad, hè? Denk ik. Ja, dus een hele goede samenwerking met de school hier. En de school is ook blij dat het circus hier zit. Dus dat is mooi dat dat zo samen kan. Ja, nou, het klikt gewoon en dat moet je hebben. Hè? Zo is het, ja. Ja, oké. Okay. Nou, ik dank u voor het interview. Nog veel succes en veel plezier nog. Dank. Een prettige dag verder. Moet lukken met het lekkere weer. Moet lukken, toch? Okay, goed, dag. Hoka. Hoi. Hallo. Ja, een beetje zon in je rug, hè? Is goed. Hallo, mag ik uw naam? Ben Rubing. Ben Rubing, en wat doet u zoal? Ik ben hier omdat ik part-time zakelijk directeur ben van Circus Rotjeknor. Oh, op die manier. Ja, hoe vindt u de opening gegaan is? Ja, een groot feest, hè? Leuk, hè? Met het mooie weer. Ja, dat is heel belangrijk, want als je het zeikt, dan verzuip je. Dat is ook niet echt... En veel kinderen, en daar gaat het tenslotte ook om, hè, om de kinderen. Ja, heel veel kinderen. Ze hebben geloof ik, bij elkaar hadden ze er, of voor Circus Rotjeknor dan? Iedere week komen er ongeveer 380 kinderen hier over de vloer. Zo. Ook goedemorgen. Ja, het is wel veel. Ja, het getal was toch hoger? Meneer Geluk zei van... Naast de artiesten die hier iedere week komen, doet Circus Rotjeknor ook projecten op scholen en in buurthuizen en in pleinen. En daar alles bij elkaar bereiken we 20.000 kinderen per jaar mee. Oh ja, 20.000 kinderen, ja. Ja, dat is een ontzettende hoop, hè? Zeker. Ja, hopen jullie nog meer te bereiken? Ja, uiteraard. Hoe meer kinderen we kunnen bereiken daarmee, hoe beter het is. Niet zozeer voor ons, maar ja, circus is voor kinderen ontzettend goed voor hun ontwikkeling. Ja, daarom. Door middel van? Door middel van het circus, ja. Kunnen ze beter bewegen. Hè? Ook, ja. Dat is ook een heleboel beweging, hè? Heel veel beweging, maar ook samenwerking met andere kinderen. Dat is natuurlijk ook goed voor hun sociale vaardigheden. Ja, je moet alles nog leren. Dus je zit in een leerproces. En dan is het best wel belangrijk. Dan, ja, en dan kan circus een heel goed middel zijn om dat in goede banen te leiden. Oh ja, oké.
Ja, ik snap hem helemaal. Oké, dank u wel voor uw interview. Graag. En nog een prettige dag verder. Dank je. En veel succes. Bedankt, aan dezelfde. Dankjewel. Dag. Oh, wacht even. Moment. We vergaten nog wat. Wacht even. Wat is jullie website? www.circusrotjeknor.nl. Oh, dat is een makkelijke. Ja, die onthoud ik wel. Dat zal wel lukken, toch? Ja, oké. Ja, is goed. Nou, in ieder geval prettige dag nog en veel plezier. Dankjewel, hetzelfde. Dankjewel. Dag. Hallo, gaat ie een beetje? Ja, gaat prima. Gaat prima, zorg dat je niet verwondt, hè? Want nee. Kan je niet beter een mat gebruiken dan? Ja, moeten we een mat gebruiken? Nee, niet. Nee, nee. We zijn niet iets heel moeilijks aan het doen, geloof ik. Dus we kunnen nog net wel aan. Kan nog. Ja. Oh, laten we even kijken dan. Oh, bokkie springen, dat lukt ook nog wel, denk ik. Ja, maar dan blijf ik en maar achter, want ik kan nooit wegstaan. Jawel, als de laatste is geweest, dan kun je... Jullie, ja, was leuk. Mooi. Hoe lang heb je erover gedaan om dit te bestuderen? Of te in... Ik ben een tijdje weg geweest. Oh, je bent een tijdje weg geweest? Ik heb een tijd in het buitenland gezeten. Ik ben er pas net weer bij. Oh, zit je ook op een circusschool? Ik heb vrijwilligerswerk gedaan in Kenia. Oh ja, oh, dat is heel anders. Dat is heel wat anders, ja, ik wou net zeggen. Nee, oké, nou vraag ik het even aan hun, ja? Tenminste, als ik daar de kans voor krijg. Ja, gewoon proberen. Ja, oké. Nee, hoeft niet. Dat doe ik. En dan is het makkelijker. Dus... Wat doen? Nou ga ik het bij haar proberen, ja. Hallo. Jullie hebben opgetreden net. En ik wou vragen, wie is de bedenker van het optreden geweest? Zelf. Oh, hebben jullie zelf alles in elkaar gevoefd? Ja, alles. Oh ja. En hoe doe je dat met oefenen dan? Want je moet vreselijk op elkaar ingespeeld zijn, hè? Hoe lang duurt dat ongeveer voordat het zover is dat je elkaar aanvoelt, zeg maar? Nou, we kennen elkaar al heel lang, maar we zijn er al bijna een half jaar nou mee bezig, dus... Oh, ja. Ja, heb je er ook een speciale opleiding voor gehad? Nee. Circusschool, of dat alleen denk ik gewoon aan? Hier. Alleen gewoon hier. Gewoon hier? Nou, ben je net gekomen, ja. Toch? Oké, bokkie springen ging iets minder, maar dat komt allemaal wel. Maar ik ga weer even meedoen. Oké, je gaat even meedoen. Hey, succes, hè? Dankjewel. Doei.